Je luistert naar De Mens Achter de Lach. Een openhartig gesprek met Comilfo. Comilfo, dus, misschien een rare vraag, maar hoe spreken jullie elkaar aan in het dagelijks leven? Mich. Raf. Ja, hè, misschien wel een koosnaampje, hè? Of zeer soms is broer. Dat zal toch niet veel zijn, denk ik. Nee. Ja. Ironisch bedoeld. Ja. Ja, wie is de oudste eigenlijk, ja? Ik? Raf. Ik ben net 53 geworden. En jij wordt 50, hè? Ik word 50 volgend jaar pas natuurlijk, hè. Pas in maart. Oh, ja. Ja, dus een groot verschil. Ja. Ja. Een clichévraag, maar ik zal ze wel stellen. Van waar de naam Comilfo? Ja. Moet jij vertellen, hè? Ja. Dat was in het jaar... Wacht, hè. Schat... 85 of zo? 86? Nee, ik denk 687. Dat is je mis. Ik heb dat affiche niet nog liggen. Ik zal het zelfs eens pakken. Ja. Want ik kan niet voor, dat affiche. Ja. Dat was een ik had in Gent gestudeerd. En ik woonde altijd in Gent. En dat is de meerdere jij nu ook in Gent woont, mis. Ja. Omdat je naar mij kwam om te repeteren. Ja. En we werden geboekt om op een vijf te spelen. Zo zijn we begonnen met op vijf te spelen. Voor het dansen was het een optreden van Comilfo. En dat was in de Canivo, ken je die zaal nog? Nee. In de Kortrijkse Poortstraat. Dat was toen in de jaren 80. En dan kende je de vijf zaal. In 92. Dus. Ja, nou wel. Jij bent een beetje jonger, zeker ook. Een beetje jonger, ja. Sorry. Wel, en we gingen spelen. En die mannen belden aan de deur. Ik woonde in de Boterdalenstraat. Zij zat van de Martelaarslaan. Ja. Ja, mannen, we moeten nu een naam hebben, want we moeten een affiche gaan maken. En mijn toenmalige vriendin, die heette Katrien, en die was van Brusselse. En die zei, Comilfo. Maar dan fonetisch geschreven, zegt zij. En wij zeiden, Comilfo, maar fonetisch geschreven tegen die mannen. Oké, daar. En dat was het. En stond... En hadden we toen geweten dat we daar meer dan 30 jaar later nog altijd mee zouden toeren, dan zouden we misschien... We denken nu altijd, dat is de haat-liefde verhouding met je eigen naam eigenlijk zo. We denken dat we dan iets anders ook gekozen hebben, maar nu is het te gek om nog te veranderen. Toch, Mich? Ja, het is inderdaad de haat-liefde verhouding, hè, met een vondst. Het probleem daarvan is dat in het begin wel tof, maar dan wordt het toch... Ja, je wordt een beetje beu aan een tijd, hè. En dan kom je voor dan nog. Dat heeft ook wel iets flauws. Maar dat is ondertussen zo'n eigen ding geworden. En ook wel een soort van merk en zo. Het is inderdaad te laat om te veranderen. In Nederland is geen goede naam. Hè? Slechte naam in Nederland ook. In Nederland mensen minder Frans ingesteld. En ze leggen de link niet met het Frans. En dan is het een beetje nonsensicaal. Ooit vroeg eens iemand in Amsterdam. Waarom hebben jullie in godsnaam een Japanse naam gekozen? En nooit gedacht om bijvoorbeeld voor Nederland onder een andere naam te werken? Of is dat ook... Dat was te laat, Peter. Was te laat. We wonnen als Comilfo kameretten en we zijn zo begonnen. Dat is gewoon zo. Nee, maar het is waarschijnlijk maar één ding dat je niet beu wordt en dat is je eigen naam. Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is dan ook een beetje lullig, hè. Raf en Mich Walsgaard. Ik heb dan heet dat ook lekker bekt of zo. Walsgaard zijn Walsgaard. Ja, dat is niet aan denk, de Beatles, de Krekels, wat ook bij. Rollende stenen. Maar het is heel typisch voor Holland, hè? Zo de familienamen. Hè? Ja, Wouthuis en Waschgaard. En Waschgaard. Dat is nog wel tof geweest. Ja. Of Waschgaard kwadraat. Waschgaard kwadraat, ja. Nee, dat is te vondstig. Ja. Ik heb een anekdote. Ik denk het jaar morgen maandag, daarover gaat het. Jullie eerste, denk ik, verschijning op televisie, hè, bij Mark Uiterhoeven. We spreken over 92, 93? Ik denk 93, 92 of 93. Ja? Okay. Ik denk dat het allemaal samenkwam, zo kameretten winnen en ook plots wereldberoemd zijn in het kleine Vlaanderen. Ik denk dat het allemaal zo wat samen was hetzelfde jaar. En dat was 92. Ja. En ik herinner mij, ik zat in het café Ipi Brandschakos. In de straat is verderfs nu, de Overpoortstraat. Maar enfin, dat was mijn café. Ik kwam daar elke zondagavond aan met mijn... twee goede vrienden, en dat was al direct de week ingezet. En ik weet, op een of andere zondag kijken wij, ik had een televisietje op mijn kot, kijken wij naar morgen maandag, achteraf gaan we een pint pakken, in die Epibrandschakos, wat trouwens ook goed Tom Lanois gewerkt heeft, blijkbaar. Toen het nog een ontbijtcafé was, maar dit terzijde. En jij zat daar zeker.
Ik weet niet of Mich erbij was, ik dacht van niet. En ik zag een zeer blije mens die net zijn min of meer tv-debuut ongeveer had gemaakt. Is dat de doorbraak echt geweest morgen maandag, of was het toen nog harken en ploeteren? Dat denkt nu, met terugwerkende kracht, denkt iedereen dat, hè? Ook collega's en zo, dat dat onze doorbraak geweest is. Maar dat, in ons gevoel was dat niet zo, hè, Mich? We waren plots bekend, en dat is natuurlijk wel een beetje ook een van de voorwaarden om door te breken, is een zekere bekendheid, dus dat is wel noodzakelijk, en dat was dan plots wel het geval. Maar we hadden toen, we hadden net onze vierde voorstelling gemaakt toen, Plank. Ja. En die, dat was de eerste voorstelling die er eigenlijk stond. Die hebben ook heel veel gespeeld, ook wel, ik weet niet, 200-300 keer gespeeld. Dat was de eerste echte voorstelling die werkte, waarover gesproken werd. En dat kwam net samen, dus dat kwam voor ons fantastisch goed getimed eigenlijk. Hè? Moest dat vroeger gekomen zijn, morgen maandag waren we niet klaar geweest. Nu kwamen de mensen uit nieuwsgierigheid kijken naar theater en ze waren meestal enthousiast en dan en vanaf toen was het vertrokken. Maar moeilijk inschatten hoe groot de impact daarvan is, denk ik. Ja. Maar ik zou denken, het is televisie, dus die impact is enorm. Maar net daarom, het is televisie en inderdaad, dan zet je op, van de ene seconde wordt de andere zijde wereldberoemd. Je gaat de lijst volgende dag en je merkt plots van, shit, mat. Ja. En toen was er een andere tijden, hè, 92. Dat, toen de eerste keer, we werd zondagavond opgenomen. En wij, de eerste opname, sliepen wij in een hotel in Leuven, omdat we een kindervoorstelling speelden de volgende ochtend. Dat zou kunnen. Dus we checken in, die opname om 12 uur 's nachts of zo. Wij gaan nog iets drinken in Leuven. Ja, dat was dat helemaal anders. En, wat was dat, zeg? Ja. Dat was de eerste kennismaking met televisie, het gekke medium televisie. Hè. Ja, zeker in die tijd. Hè. Iedereen keek daar naartoe. Bijna 2 miljoen mensen of zo. Ja. Dat is gigantisch, hè, die kijkcijfers. Dat was ook niets anders. Amper concurrentie. Anders. Ja. Maar wat ik wou zeggen, dan waren we inderdaad wereldberoemd. Maar dan hadden wij, denk gemiddeld 150 mensen in onze zaal. Wat heel goed was voor een productie. Heel veel vonden, hè? Toen was dat goed, hè, voor een eerste show in de CC's, voor een eerste tour, waren wij zeer tevreden. Want het is niet dat dan plots allemaal uitverkocht was of zo. Ja, dat heeft echt nog 5 jaar geduurd. Ja. Toch zo lang? Nog eens 5 jaar, ja. Kijk, mijn Plank heb ik gezien in het auditorium, in de ledengang. Ja, dat weet ik ook nog. Ja, met een heel onhandige bureau, lessenaar dat daar stond. Ja, die kon niet weg. Ja. En dan duurt het toch nog zoveel jaar, vooraleer je... We speelden toen heel, we hebben altijd heel veel gespeeld, ook gekozen om zoveel mogelijk te spelen, altijd. En toen speelden we waanzinnig veel. Hè. Want we wonnen toen ook Kameretten in Rotterdam. En een maand later hadden we 60 optredens in kleine zaaltjes in Nederland. En tegelijkertijd kwam morgen maandag en kwam ook de culturele centra hier in België. Dus dat is echt ontploft, hè, bij ons. Dat was echt een periode die... Ja. Een heel opwindende periode eigenlijk. En kindertheater en schoolvoorstellingen met Planken. Dat was echt... we hadden een camionet waar we... met toerden en daar zat alles in, ook reservekledij en zo. En dat was gewoon ook gaan spelen, 's nachts terugkomen. 20 planken houden in van een zorgerij, want elke voorstelling deden we een plank kapot. Ja. 20 planken. En het decor van Akka Katuut en kluttervoorstelling. Ja. En ons kledij, die van een tijd als we vanzelf kon lopen. Ja, die kwam vanzelf uit in auto gekropen, die kleren. Dus jullie waren heel vroeg al bezig en zelfbewust in die zin van dit moet het worden, dit willen wij doen. Al 6 jaar voor morgen maandag eigenlijk. Ik vertel net, hè, van de naam Comifo, 86, misschien 87, maar ik denk dat we van 86 bezig zijn. En eigenlijk van in het begin met de bedoeling om dat als beroep te gaan doen. Hoe megalomaan dat ook klonk, maar voor ons leek dat vrij logisch eigenlijk. We gingen er gewoon voor gaan tot dat lukte. Nou, en dat kon dan ook in die tijd. Hè. In die tijd hadden we nog een circuit in de jeugdhuizen. Hè. We hebben heel veel in cafés, maar vooral in jeugdhuizen gespeeld. En toen was dat nog zo. We begonnen in Kalmthout, in het plaatselijke jeugdhuis, op de Nieuwmoer, meer bepaald, de Zolder. Daar zijn we begonnen. En dat was dan tof. En dan een paar weken later speelden we in Kalmthout zelf en dan in Capelle. En ja, zo zijn we eigenlijk heel het land doorgegaan en ook een beetje het vak geleerd in jeugdhuizen en cafés. En zelf geleerd, of zat er toen al regie op, of adviseurs, tipgevers, docenten, weet ik veel. Nee, dat is pas later gekomen. De eerste echte... er waren wel wat theatervrienden die ons wat hielpen en zo. Ja. Maar de echte regisseur die een bepaalde rol gespeeld heeft, was Wim de Wulf. Helaas overleden, 2 jaar geleden.
die heeft ons, toen hebben we echt een stap gezet, hè, door zijn, hij was een theaterregisseur, maar regisseerde ook spektakels buiten, zijn grootse dingen, hij had zijn oog voor grote beelden. En toen hebben we de eerste voorstelling met hem, als je Plank als eerste echte voorstelling rekent, dan was dat de derde voorstelling, Beck. Was dat met hem tussen? Nee, Neandertal. Ah ja, juist. Ja. En ja, dat was zo in Beck was in 97 of zo. Ja. En dat was met echt een redelijk decor en met Gij die opgetakeld werd door een motortje en van alles. Hè. Ja. Ja. Dat was, ja, dan werden onze zalen groter, onze podium moesten groter zijn, moest technisch mogelijk zijn. We konden niet meer in kleine zaaltjes binnen. Dat was zo, ja, een stap die we zetten. En toen waren we eigenlijk ongeveer 10, 11 jaar bezig. En toen waren nog de zalen niet vol. Dat is pas nog later gekomen, nog een jaar of drie later. Dat pas, het is zo'n soort moment dat je overgaat, dat plots, het lijkt wel of het publiek plots onuitputtelijk wordt of zo. Dat het over gesproken werd en iedereen wil het zien. En dat moment hebben wij zo gehad rond de eeuwwisseling eigenlijk. Maar dus de lange weg, ook een cliché, hè? De artiest moet de lange weg bewandelen, zwarte sneeuw zien eventueel. Goed. Is dat er geweest, echt? Ja, achteraf gezien eigenlijk wel. Ik bij de burgerdienst, jij de burgerdienst, ik zat aan Tosjen W. Ja, we woonden in een klein citeken, jij woonde ook in een huis. Achteraf gezien was dat misschien wel zwarte sneeuw, maar ik heb eigenlijk nooit dat gevoel gehad. En ook andere tijden, in de jaren 80 zo was. Ik weet niet, dan vroegen wij 3000 frank voor een optreden. Hoeveel euro is dat eigenlijk? 75 euro. Ja. Toen, voor een optreden, en dat was simpel, hè? 1500 voor u en 1500 frank voor mij. Ja. En geen zorgen aan ons hoofd van zelfs geen VZW of zo, niks. Hè? Niks, hè? Niks, geen structuur, niks, geen belasting, geen belastingen, niks. Of nu, we waren niks in orde. Ja. En dan kunnen we er vrij snel van leven eigenlijk. Dan kunnen er... Ja, toen we dan een keer of twee, drie in de week deden, zo, ja, dan heb je altijd geld in onze zak. Hè? Niet op de bank, maar wel in onze zak. Dat die zak leeg is. Dat was toen zak leeg en dan moeten we gewoon spelen. Hè? Maar we hebben dat denk ik nooit aangevoeld van, oh shit man, dit is zwarte sneeuw. Integendeel, ik was meer rock and roll. Rock and roll wel, hè? Romantiek misschien zelfs. Ja, rock and roll en romantiek, ja, dat was het leven. Hè. We speelden wel zoveel. Altijd, alleen maar spelen. En voor de rest pinten drinken en liefhebben. Tof leven. Ja, wij speelden zonder overdrijven 250 voorstellingen per jaar. Hè? Ja. Dat is echt veel. Dat is zeer veel, ja. Maar op alle vlakken. We hebben zelfs al een tournee gedaan voor de... Waar dat we het jaarprogramma van de KVLV-vrouwen uitbeelden en zo. Hè? Dat begon. Dat was een enorme wijzerplaat. Dat was mijn naam Mime. Dat was een enorme wijzerplaat. En ik was een grote wijzer, jij de kleine wijzer. Ja. Zo begon dat. Ja. Hey, dat was voor morgen maanden. Dat was zo die beginperiode. Echt, dat we alles deden om... Alles wat op, met een podium te maken had, dat pakten we aan. In beurzen, hè. Ik herinner mij nog dat we... Bultex-matrassen en zo. Bultex-matrassen en ook een auto. Was dat van die auto, Bultex-matrassen? Dat was van Volvo. Volvo? Ja. En dan moesten we ook niet sprekend op een beurs. Een hele week op een beurs, van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds. Rond een auto van Moes. Vlaanderen's Technology Beurs. Was dat. En die viel uit elkaar, moesten wij dat terug in elkaar zetten. Zo'n keer of 150 per dag. Verschrikkelijk. En dan hebben we de eerste keer ontdekt dat op een podium staan ook sleur kan geven. Ja. Jullie komen uit de diepe Kempen, hè? Ja. Mag ik dat zo noemen? De diepe Kempen? De diepe Kempen. Ja, die hebben jullie verlaten, hè? Gevolg van het artiest zijn of is ja, het hele toeval? Ik ben in Gent sinds mijn... ik was nog geen 18 toen ik op kot zat, dus ik moest nog 18 worden. En ik heb 5 jaar psychologie gestudeerd, hè, op de Unie 4. En na die 5 jaar hier wilde ik niet meer terug. Gewoon ook omdat we inderdaad echt bezig waren. Toen mijn diploma had, was voor mij de keuze van... en nu psycholoog worden? Nee, gewoon spelen eigenlijk. En om die keuze echt een beetje uit te stellen, heb ik civiele bescherming gedaan in plaats van legerdienst eigenlijk. Wat toen een systeem was van 24 uur in de kazerne zijn en 72 uur thuis. Dus als je net ziek wordt, als je die 24 uur op moet... Zijn een week thuis. Als je dan één keer graag wordt, dan weer ziek. Allee, dat was een manier om echt kantjes eraf te lopen en tijd te hebben om te repeteren. Dan ga je ook burgerdienst, Theater Palias.
Je moest daar ook alleen maandagochtend zijn. Ja, zalig. Voor de teamvergadering. Pieplein Theaterke van Gert Leij. De man van de citaten. De man van de citaten, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En ook nog acteur en zo, hè, nog altijd bezig. En dat de klein theaterke, Theater Paljas in Borgerhout. En die kwam dan heel snel kijken naar ons. Die vond ik weet het tof. En die zei van, het is maandagmorgen om 10 uur is de vergadering. Dan was ik hier altijd bij koffie om 10 uur. En dan, Mich, moeten we veel spelen van de week? Ja, toch wel. Ja, tot volgende week. Ja, dat was fantastisch, hè. Ja, die stond er volledig achter. Dus die burger, die verplichte, die verplichte burgerdienst dat wij moesten doen toen nog, in plaats van legerdienst, dat gaf ons de mogelijkheid om nog 2 jaar na mijn studie even na te denken. Gaat dat lukken? En na die 2 jaar heb ik geen moment meer getwijfeld en zijn weggesprongen, hè. En dan plots was weg en definitief vertrokken? Of zit er in het parcours een dip ook? Of is het echt... In mijn parcours niet. Mich, dat vraagt nog wat uitleg. No, een dip. Maar ik heb wat jij nu vertelt van gesprongen en ervoor gegaan en zo. Ik was er natuurlijk bij, hè, en ik ben meegesprongen. Maar bij mij was er wel iets meer twijfel. Ik heb langer niet geweten wat ik wilde. Wat ook 4 jaar jonger, hè, man. Ik was een stuk jong natuurlijk. Hè. Ja. Maar 17, 18 jaar, we begonnen. Ja. Hè. En zo rond mijn 22, 23, zo, dan heb ik wel een diepje gehad van, is het dit wat ik nu wil gaan doen voor de rest van mijn leven? Nog niet voor de rest van mijn leven, maar toch. Dan had ik wel wat meer twijfels dan eraf. Jij zei op een bepaald moment, ik wil ook een auto en geld. En dat zeg je letterlijk, hè? Ja, ik zag dat mijn vrienden inderdaad begonnen werken en een auto en een huis en toch een ander leven begonnen krijgen. En dat kon ik toen op dat moment nog niet. Niet dat dat zo belangrijk was, maar ja, toch, ik had af en toe wel twijfels. Hè. Maar dat is dan toch vanzelf weggeëpt. Het is goed gelukt, allemaal. Denk ik, zeer goed gelukt zelfs. Ja. Wat ik me dan afvraag, hoe werken broers te samen? Hoe werkt een duo te samen? Dat vind ik al een hele moeilijke. Ik heb zelf ooit ook comedy gedaan en zelfs nog, stel je voor, de finale van Humans Comedy Club gespeeld. Maar ik vond het jaar dat Wouter de Pre won. En dat was een geweldige finale met Neveneffect zat daarin, Gunter Lamoot. Wij, Vlegma waren wij, Dimitri de Smitter. En ik denk Arnoud van den Bossen toen, dat heb ik niet meer zeker. Maar ik vond altijd een hele moeilijke om met twee ergens toe te komen, om daarin overeen te komen, om te durven zeggen tegen elkaar, het is niet goed of niet goed genoeg, of kan er mij niet in vinden. Maar nu raakt zelf de kern aan van in een duo door het leven gaan, artistiek. Geen enkel blad voor de mond. Hè. Dat is echt wel ongelooflijk bij ons. We kunnen elkaar niet kwetsen door heel uiterst kritisch te zijn op elkaar schrijven en elkaar spelen en elkaar zingen. Dus wij zijn elkaar de hele tijd, letterlijk elke voorstelling als wij van het podium komen, zegt hij tegen mij van, je begint een beetje te gaan zitten op die twee zinnen dat je daar moet zetten. Ah, dat is waar. Oké. Ik ga volgende keer opletten. En ik tegen hem ook. Je stuurt elkaar constant bij. En als we schrijven, als ik mijn broer... Ik denk altijd dat ik een wereldidee heb, altijd. Maar als ik hem niet kan overtuigen van dat wereldidee, dan gaat de vuilbak in. Dus hij is gewoon de eerste filter. En dat is ook zonder probleem. Er is zoveel vertrouwen dat ik denk, als hij het echt niet snapt, dan gaat het publiek het ook niet snappen. En is het moeilijker om als broers te werken of net niet? Mij lijkt het moeilijker, eerlijk gezegd. Nee? Stilte op de radio. Nee, ik denk dat moeilijk. Niet meer. Nee, ik denk zeker niet moeilijker. Ik denk dat je twee soorten duels hebt. Je hebt Freek en Bram. Totaal verschillende mensen. En nog constant conflict. En volgens mij moet er nog geroepen zijn bij die twee. Ja, Nederlands Hoop was toch een en al ego-kermis. Ja, alle twee ego's. Dus, want we zijn nu Carré. Freek heeft zo'n Nederlands Hoop DVD-box uitgebracht. Hè. We zijn een lied gaan zingen daar in Carré samen met hem en alle mensen. Was schoon, maar dan in die oude filmpjes dat je ziet en in die beelden, dat gevoelt gewoon die spanning tussen die twee people's hangen eigenlijk. He, dat is echt dat is een duo op basis van contrast en van conflict. Eigenlijk een conflictueus duo. Freek en Bram, Nederlands Hoop. En elkaar goed werken, hè.
Maar wij, omdat we broers zijn, denk ik, en naar hetzelfde nest komen en ja, dezelfde invloed eigenlijk gehad hebben en zo, denk ik dat wij werken eigenlijk heel erg uit harmonie. Ja, 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 we zelden dat er een hoog wortelt of zo. Of, is dat nee. Zo, ja? Zelden ruzie, zelden twist? Ja, ja, heel zelden. Maar dat, als, bijna nooit. Nee, maar als, dat is ook, denk ik, dat onze soort mensen dat wij zijn, als dat zo is, zou dat ook erg zijn, hè? Ja, ik denk dat we nu wel volwassenen genoeg zouden zijn om erover te geraken. Maar, ja. Dat is een beetje gelijk in een huwelijk, je vermijdt dat. Hè. Als je spanning voelt of je voelt iets komen, dan denk ik dat we dan slim genoeg zijn om elkaar goed genoeg kennen om dat ofwel te vermijden ofwel op voorhand al uit te babbelen of voordat tot echt een ontploffing komt. En hoe werken jullie concreet? Zit er een soort formule in of procedure of bekijk ik dat nu allemaal te wetenschappelijk? Nee, wetenschappelijk niet. Ik denk, waarom ik wou zeggen er juist dat dat niet moeilijker of makkelijker is met iemand anders werken. Ik denk het geheim van onze samenwerking is vertrouwen, denk ik. En dat heeft heel veel te maken met dat we toch allebei het gevoel hebben dat we hebben al... Dat je heel groot is aan de som van de delen. En inderdaad, want wij werken ook veel apart en met andere mensen en zo. Maar ik heb tot hiertoe toch nog nooit iemand tegengekomen waar ik zo diep mee raak dan meer af. En dat is natuurlijk een ongelooflijk ding, hè? Dat je dat gevoel hebt. En ik kijk nu niet naar hem, maar ik denk natuurlijk dat hij datzelfde heeft. Natuurlijk wel, ja. Nee, ja, kom je voor met iemand anders, dat zou niet gaan, hè. Nee. Voor mij niet en voor jou ook niet, denk ik. Nee. Dat is natuurlijk wel een definitie van een goed duo, denk ik, en ook van geluk. Ja. Nooit gedacht aan uitbreiding? Of een vaste, weet ik veel, kern rond jullie? Of... Dat hebben we wel, Peter, eigenlijk. Ja. In de zin van, we werken al lang met dezelfde regisseurs, een kringetje regisseurs, werken met een vaste technici, een vast management. Op een bepaald moment komt er echt een kring. Maar op een podium, als wij met z'n twee echt, als Mish piano speelt en ik gitaar, en er komt een groove en we zingen, zo, dat is ook voor ons nog altijd magisch, eigenlijk. Dat is zo anders dan dat er andere muzikanten meespelen. En gevoeld dat ook voor het publiek zo is. Dat is iets, want ik ben nu een solotournee aan het doen, veel, ook 100 voorstellingen, lang solo aan het toeren. En jij zit ook andere dingen aan het doen. Ja. Maar als we dan weer eens samenspelen, en we gaan nu wordt er weer een heel lange tournee voor Comifort gepland, over een half jaar beginnen we. Dan voelt zelf ook weer terug die magie. Dat is toch iets speciaals. Ja, ik vind het fantastisch om jullie te horen zeggen. Spelen, hè. We gaan het toch niet spelen. We hebben zoveel gespeeld. Ja, we doen niet aan het spelen. Hè. Het is niet werken voor jullie, geen opdracht. Well, misschien soms wel, maar... Nee, hè, spelen en ook er meer dan ooit bewust van zijn, dat ook hetgeen is waar we straf in zijn. Niet in televisie of weet ik wat, in andere formats. Ons spelen in een theater op een podium, dat is door de core business. Ja. En dat is altijd lot gelopen, duidelijk. Maar ik vind dat echt een moeilijke, nee, niet om zo lang met twee mensen te werken op hoog niveau, dat ook blijft duren, dat die inspiratie blijkbaar zijn blijft komen. Broers, hè? Er zijn ook de broers Wouters. Ja. Er zijn er nog, hè. In de popmuziek zijn er ook, hè. Collagenies. Ja. Ik denk dat als je, het is voor een stuk ook triviaal en voor een stuk ook toevallig. Hè. We zijn ook complementair. We werken vanuit harmonie, maar we hebben andere sterke punten. Ook voor een publiek op een podium. Dat allemaal moet meespelen. Als er twee Mission of twee Raffen op een podium zouden staan, dan zou het misschien niet blijven duren zijn. Of zeker niet blijven duren zijn, denk ik. We vullen elkaar aan. Hè. Dus er is een soort rolverdeling over een... Duidelijke typering van dit doe ik, dit zijn mijn sterke... In het begin, 20, 30 jaar geleden zeker wel. Ja, dan veel meer in ieder geval. Speelde ik, gitaar. En toen het begin van een beetje piano, toen 20 jaar geleden. En jij viool en dat alleen al maakte al een groot verschil. Ik speelde de begeleidende instrumenten. En hij zong, hè. Meer de liedzang en zo. Zingen en de onnozeliteiten voor mijn rekening pakken en zo.
En met een tijd is dat allemaal... ik ben ook veel meer instrumenten onder de knie beginnen krijgen. Ja, we zijn allebei verbreed, denk ik. En dat is ook de enige, dat is ook de reden dat we 30 jaar bezig zijn, Peter. Omdat er een lijn in zit en een evolutie. Omdat het telkens verandert, ook voor ons. Elke voorstelling is anders. Denken wij of hopen wij een stap vooruit? Of dat zo is voor een publiek, dat is nog de vraag, maar voor ons wel. En inderdaad, ons samenspel en de manier waarop we maken verandert steeds. Hè? We zijn nu veel, de laatste 8 jaar, veel inhoudelijker bezig dan 20 jaar geleden. Dat hoort natuurlijk ook voor een stuk bij uw leeftijd. Dat is de reden dat je dat zo lang kunt doen. Broers of niet, denk dat dat niet veel uitmaakt eigenlijk. Het is omdat dat we samen zo'n prachtig project hebben en we kunnen dat alleen met elkaar hebben. Dat je zou kunnen zeggen, in negatieve zin, we zijn veroordeeld tot elkaar, maar zo voelt dat nooit, denk ik. Je voelt dat eerder als een geluk aan. Hè? Zien jullie elkaar vaak buiten? Kom je voor buiten het podium of de repetitieperiode? Of, Ja en nee. Ik zeg juist, ik vraag juist hoe moet je gaan spelen op vrijdag? Want normaal gaan we vrijdag bij ons zuster eten. Ja. Maar je moet spelen, dus dat kan niet. We gaan bijvoorbeeld ook samen op vakantie en zo regelmatig. En ja, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant kunnen we elkaar ook wel goed gerust laten. Zoals nu zijn we allebei met... Ik ben bij Ineke Nijssen aan het spelen. En Ravi is solovoorstelling aan het spelen. Laten wij elkaar eigenlijk redelijk gerust. Maar dan nog zie ik je wel... Ja, maar bedoel, als jij een maand op reis zit of zo, en met je gezin, met je mobiloom, dan bellen wij geen één keer, hè? Nee. Dan horen we elkaar een maand niet. En dan na een maand is dat, ja. hallo, yo. En dan pak ik gitaar en viool en dan de volgende soundcheck en spelen. Ja. En in die maand horen we elkaar dan ook niet. Dus het is niet dat we... We hebben allebei ook ons privéleven apart, dat we elkaar niet zo vaak inzien. Dat is wel gegroeid met de jaren en dat voelde wel. Dat is ook een noodzaak om zo samen te kunnen blijven werken natuurlijk. Hè. In het begin, zoals jij zei, liep dat ook dat door elkaar, dat privéleven, dan woonden we in de Charlatan. En van daaruit gingen we spelen eigenlijk. Hè? Ja. En sleeperpower in de kamionet. Dat is inderdaad veranderd. Ja. Werken jullie nog altijd bij een blank blad papier, hè? Dus bij een nieuwe voorstelling, ergens samen weg op vakantie, daar de ideeën laten borrelen? Of heb ik dat verkeerd voor? Dat het misschien toch wel een tijd zo geweest is? Ja, dat in het begin... De eerste 15 jaar, dat was daar vaste stek. Dan gingen we naar een klein Grieks eilandje altijd. En brachten we daar zo 1 of 2 maanden door. En dan schreven we soms een heel plaat op 6 weken tijd of zo. En ook heel veel ideeën voor de show. In toen maakten we nog plaats en mis. Toen schreven we een heel LP, 10, 11, 12 nummers. Waar we dan een stuk of 6 in de show deden. Ja. Ja. Maar dat verandert nu. Door het vele maken, werken wij veel langer aan een voorstelling. Nu werken we bijna een jaar aan een voorstelling. Om het geschreven en gespeeld te krijgen. Omdat we nu die luxe hebben om dat te doen, hè? Ja, dat hebben we toen ook niet kunnen, denk ik. Nee, de discipline, dat is voor zo lang te blijven graven. Toen deden we gewoon wat er in ons opkwam. En dat klopte toen ook. We waren gastjes van in de 20. Dat klopte ook. Maar nu is het... Het idee rijpt, jullie twee maken het en langzaamaan komt daar regie bij, muziek, decor. Ja, en dan heel veel try-outen. Ja. Wel 60 keer try-outen of zo, hè? Hoe belangrijk is dat, die try-out? In die zin, dat mij altijd overkomt als... Ja, eigenlijk zien de mensen dat ook al als een voorstelling, terwijl het niet zo is, natuurlijk. En daarom is dat ook een moeilijke periode, omdat je kunt 1 keer zeggen, dames en heren, het is een try-out, maar je kunt het geen 30 keer zeggen. Hè? En mensen inderdaad besnappen eigenlijk niet wat dat is, een try-out. Zij denken, als het niet af is, dan moet het toch niet op een podium gaan staan. Allee, mensen krijgen dat eigenlijk niet uitgelegd wat dat is, want een try-out, let's face it, is een voorstelling op 60%. Hè? Vaak. De laatste try-outs niet, maar de eerste 30, 40 try-outs wat wij doen, dan koop je een ticketje, we komen voor een goedkoop ticketje wel, in een kleine zaal, maar dan zie je... Kopen wel een ticket inderdaad. Ja, ze kopen een ticket. Ja, en ze krijgen ook wel wat, want ze zijn ook wel tevreden, hè, maar wij weten, dit is 60% en die 40% die moeten nog bijkomen. Dat is gewoon zo. Dezelfde lied, dezelfde grap, dezelfde conferentie, dus hetzelfde verhaal 30, 40 keer gespeeld hebben voor een publiek. En dat is veel sterker. Hè?
Dat blijft zo. Je kunt dat onmogelijk aan de repetitie, in de repetitieruimte, dat niveau halen. Dat gaat echt niet. Dus nu komen wij echt op een podium. Wij noemen de eerste 20 voorstellingen die we doen, zelfs geen try-out, we noemen die open repetities tegenwoordig. En we komen echt op het podium met niks in de zakken en niks in de mouwen, met halve liedjes, met halve ideeën. We praten met het publiek mee, het is meer een gesprek dan een voorstelling. Omdat we zo snel, omdat, ja, hoe sneller dat je je materiaal confronteert met het publiek, hoe beter eigenlijk. En werken jullie in een repetitiehok? Of is dat al direct in het theater? Of is dat hier, aan deze tafel bijvoorbeeld? Dat is een beetje overal, maar ik heb vannacht een repetitieruimte. Rabo heeft ongeveer hetzelfde bij hem thuis. Dus daar zitten we veel in. En vanaf een bepaald moment huren wij een repetitieruimte waar we dan een paar maanden in zitten. En daar nodigen we dan na een maand of twee werken, nodigen we 50 mensen uit om te komen kijken naar wat er zover is, tot zover is. Want dit is hard werk, hè? Het publiek beseft dat niet altijd, denk ik. Hoeveel zweet en goh, energie en weggooien stress, wellicht ook, en schrappen en erin zit. Hè? En stress en denken dat je het niet meer kunt en denken dat je niet goed bent. En ja, twijfelen. Denken dat deze keer niet gaat lukken. En dat, twijfelen, inderdaad. Want mensen denken dat zo vier keer in de week gaan spelen en Roland draaien en de vullende notto en altijd hetzelfde spelen, dat werken is. Hè? Maar dat is niet werken, hè? Dat is letterlijk gaan spelen en wij gaan amuseren. Dat is eigenlijk ontspannend. Maar het echte werk is inderdaad zo'n voorstelling maken, hè? Het jaar dat daaraan vooraf gaat. En de onzekerheid en de stress. Ja, we hebben inderdaad de laatste voorstelling. Is dat zo? We beginnen bij wijze van spreken 1 januari. We werken een half jaar met twee en met soms één of twee regisseurs bij. En dan beginnen de try-outs. En dan die try-outs zijn nog eens een half jaar. Hè? Ja. En de eerste try-out en de première herken je niet meer. Het is gewoon voor Schoft, de voorstelling die we net gespeeld hebben, hadden we de eerste 4 maanden hadden we 5 liedjes geschreven en verder niks. Daar waren we 4 maanden aan bezig geweest. Ja, en dan hebben we even vakantie genomen. Ja, 4 maanden 5 liedjes, absoluut. En dan hebben we even vakantie genomen en dan kwamen we terug. En dan hebben we van die 5 liedjes 4 in de vuilbak gesmeden. En dan waren er 4 maanden werk voorbij. Maar dat is natuurlijk niet zo, want je hebt over zoveel gepraat door die liedjes te proberen te schrijven, dat er van alles in je hoofd zit en onbewust komt dat er dan op een andere manier wel uit of zo. Maar van concreet resultaat stonden we na 4 maanden met 1 lied. Dus, ja. Dat is dan kloten, hè. Want die eerste, nu met Schoft bijvoorbeeld, waren de eerste 5 of zelfs 10 open repetities waren eigenlijk frustrerend. Er zit maar 50 man, maar toch 50 man te kijken. Hè? Terwijl je eigenlijk dingen aan het doen waar je van denkt van, shit man, dat is niet het niveau wat moet zijn. Ja, en dat is moeilijk, hè. En toch moeten we dat doorspartelen om dan 3 maanden later ergens te komen waar je van voelt van, oké, dat is misschien een ingang. Ja, je kunt het ook, parcours is ook altijd anders, hè. Je kunt het ook niet voorspellen, we zijn al meer dan 30 jaar bezig. Je kunt het echt niet voorspellen. Nooit een moment gehad waarop je dacht van, we zijn niet klaar, eigenlijk. Altijd. Altijd? Natuurlijk. Niet klaar. Wolf, een voorstelling van een jaar of 10 geleden. Langer, 2005 was het. Ja. Dat was een dikke 10 jaar geleden. Dat was misschien wel de moeilijkste dat we gemaakt hebben. Dat was echt, dat is toch een beetje sterven. Dan wouden we ons première achteruit zetten, een paar maanden uitstellen. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Dat is niet gebeurd. Maar dat zul jij wel weten als je met andere podiummensen praat. Dat is bij iedereen zo. Hè? Dat is een troost. Dat is echt bij iedereen zo. Dat komt omdat een voorstelling maken. Als je meer verlangt dan inderdaad een formule, dan zit je in het niets te klauwen, hè, met lege handen. Op zoek naar de magie en naar het echt net fantastisch en heel eigen maakt. Dus dat is altijd opnieuw zoeken. Zoeken, hè. Ja. En inderdaad ook onzeker zijn en een weg inslaan waarvan dat je onzeker bent eigenlijk. Hè. Ja, we eigenlijk echt proberen terug heruit te vinden. Hè. En dat gaat gepaard met heel veel onzekerheid. Dus dat is eigenlijk een klote periode, zo try-outen en zo. Maar ook wel heel verfrissend en komt heel dicht tot jezelf. En dat is ook wel kikkelen aan de andere kant. En hoeveel verandert er nog in de loop van een voorstellingenreeks?
Misschien niet al te veel? Nee, eigenlijk niet al te veel. Wij hebben zoiets van, voilà, dat is het partituur als het af is. We zijn tevreden. Voilà, dat is het partituur. En dat spelen we dan in principe elke avond. Ongeveer dat partituur. Ook dat, ik doe dat in mijn solovoorstelling nu minder, bijvoorbeeld, omdat ik alleen ben en ik vertel een verhaal. Ik weet wat ik wil vertellen. Maar ik laat dat komen zoals het komt. En dat is de ene avond is dat stuk dynamischer en de andere avond is dat een stuk rustiger. En dan, maar wij, als wij met twee spelen, dan gaat het over de interactie tussen ons. En dan kom je toch tot een soort, inderdaad, uiteindelijk een heel gedetailleerde partituur. Hè, wat tot op de adem vaak getimed, terwijl het lijkt of we vinden op het moment zelf uit. Hè. Maar ik die hem onder... Hij zegt een zin en ik kom... Shit, ik weet niet meer. Ah, ja, dat is juist. Dat soort dingen... Dat doen we 250 keer exact hetzelfde. Omdat er maar één manier is die het allerbeste is. Alles is timing. Ja, maar niemand weet dat, ook niet mensen. Niemand, iedereen denkt dat dat... maar uiteindelijk, als je 30 keer improviseert rond zoiets, vind je een beste manier om dat te doen. En zoals ik een half uur geleden zei, van we sturen elkaar constant bij, heeft daarmee te maken. Hè? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat we daar niet uitgaan. Als er iets gebeurt, als er een snaar springt, of er komen mensen te laat binnen, of er wordt iemand onwel, of weet ik wat. Of er zakt iemand onder een stoel, wat onlangs gebeurd is. Ja, dan leggen wij de voorstelling stil en dan gaat het daar 10 minuten over. Hè. Dat natuurlijk wel, maar een voorstelling op zich spelen, ja, dat ligt eigenlijk toch redelijk vast. Ook omdat het moet, denk ik, voor de techniek onder meer, dat het niet al te veel afwijkt, alhoewel die mensen ook kunnen improviseren natuurlijk. Ja, er zijn bepaalde... Wij maken heel toneelmatig cabaret, als we nog cabaret maken. Want in Nederland is daar veel discussie over of wij nog wel bij cabaret zien horen, eigenlijk. Waar dan wel? Ja, dat is de vraag. Hè. Wat doen we dan wel? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Maar het is voor een Nederlander is wat wij doen tegenwoordig, vroeger nog wel, maar wat we tegenwoordig doen, is dat... Die identificeert er niet meer met cabaret, eigenlijk. Heel moeilijk. En dat maakt ook niet uit. Dat is eigenlijk goed. Dat is goed, hè. Dan worden... Zonder onbescheiden te zijn, een beetje een genre op zich. Hè? En dat is nog beter. Hè? Maar dat is, daarvoor is het te toneelmatig wat wij doen. Wij spelen scènes. Moeilijk wordt het dikwijls in Nederland. Ja, Nederland is moeilijk. Terwijl wij, ik denk, als men in Vlaanderen vraagt, dan eender wie, wij, moeilijk. Nee, hè, wel inhoudelijk, maar wel zeer laagdrempelig. Hè? En in Nederland worden we echt dikwijls als moeilijk bestempeld. Dus dat wil natuurlijk wel iets zeggen over de lat waar ze ligt. Is Nederland zo anders, zo moeilijk in te nemen? Of misschien nu meer dan vroeger, ik weet het niet. Ja, ik heb wel het gevoel dat de lat altijd maar naar beneden gaat, zodat er toch wel heel veel flauwe dingen zijn die enkel en alleen maar om te lachen zijn. Heel makkelijke dingen. En er is altijd een... Dat heeft natuurlijk ook zijn tegenreactie. Dus de mensen die net omdat wij inhoudelijk proberen te werken en geen platte humor brengen, net heel erg fan zijn. Maar inderdaad, met de jaren wordt dat meer en meer dat je mensen in de zaal ziet zitten en ziet reageren van die eigenlijk zich afvragen, we hebben 10 minuten niet gelachen, what the fuck, wat is hier de bedoeling van? Waarom? Zo, in Vlaanderen heb je dat absoluut niet, maar dat is Nederlanders toch vaak lach of ik schiet cabaret. Dus moeilijk land, of moeilijker geworden. Ja, je kan niet zeggen, er wordt in Nederland fantastische kunst gemaakt en ook fantastisch toneel en ook heel, heel goede cabaret en stand-up natuurlijk. Ik bedoel, ook Theo Maassen is een Nederlander en Hans Steven ook. Ik kan niet zeggen dat die mannen niet goed bezig zijn. Ja, Het is toch wel twee verschillende culturen en die zijn ook wel wat uit elkaar gedreven doorheen de jaren. Dat vinden wij toch, hè? Ja. Er is ook in Vlaanderen, ik heb het zelf, mag ik zeggen, van in het begin meegemaakt. Al even al. Waar de toen nog kleine en jonge Wouter de Pre en Wim Helsen en Alex zeg nu eens zo langskwamen. Met een improclubje bij dan de Lunatics. Dat was heel basic. Nu is het wel geboomd, de voorbije 10, 15 jaar zelfs. Is dat in jullie voordeel geweest? Of niet? Of stonden jullie daar eigenlijk buiten qua genre, qua stijl? Wij staan er eigenlijk volledig buiten. Echt, hè? Ja.
Ja, wij zien dat ook gebeuren. Hè. Zo de Philip Geubels en Alex Agnew en ook Wouter en zo en Wim Helsen. Dan neemt het Sportpaleis dimensies aan. Hè. Alleen, ze doen dat niet allemaal, maar ze zouden dat allemaal kunnen, denk ik, qua publieksbereik. Ja, dat is iets wat wij... Dat verdraagt onze vorm niet. En ja, zo groot is ons publiek ook niet. Hè. Dus, maar dat is iets helemaal anders wat zij doen. In die zin is de vraag of wij cabaretiers zijn of niet. In ieder geval tegen de grens, denk ik. Wouter de Pre is veel meer een cabaretier dan wij dat zijn, vind ik zelf ook. Ja, maar ik vind Wouter dan toch nog een van... Ik vind dan Wouter nog een echte cabaretier en geen stand-upper. Dat zeg ik, hè. Okay, ja, ja, ja. Dat Wim ook, hè. Ja, ja. Ja. Maar ik ben gaan kijken naar Alex Agnew. 2 jaar geleden of zo, zo'n vorige voorstelling. En ik kwam heel enthousiast buiten. Ik vond dat ja, super. Strafniveau. Ja, echt. Ja, oh, amai. Ik was er echt van geschrokken. Allee, ik had er wel verwacht, maar ik was 2 uur aan het stuk helemaal mee geweest. En gelachen en ook veel nagedacht. Hè? Super. Er zijn sterke dingen hè, in Vlaanderen. De mensen die aan de top spelen in Vlaanderen. Het is een smalle top, maar wel een heel kwalitatieve top, vind ik persoonlijk. Je hebt in Nederland, als je bij ons 40 mensen hebt, die echt, dan zijn er daar 200, die echt veel spelen en toeren. Maar er zijn er daar ook maar 10 echt goeie. No? Dat is zo. En hier heb je, oh ja, hier kun je ook toch zo voor de vuist weg... ook een 8-tal of 10-tal mensen opnoemen die een lang carrière maken en het ene straffe ding naar het andere maken. Hè. En in Nederland lijkt mij, zijn die wedstrijden van belang? Leiden, kameretten, ja. Noem maar op. Jullie hebben kameretten gewonnen. Mm-hmm. Ja, ook hoe belangrijk was dat voor jullie? Want in Vlaanderen, kameretten, dat was een nobel onbekend begrip, denk ik. Nee, dat was een volledig onbekend, hè. En eigenlijk nog, denk ik, aan nu, wat buiten de liefhebbers. Ja. Jongens, komen die kennen ze, maar dat is het ook wel. Het ja. Is, maar dat was voor ons belangrijk, in de zin van dat er dan toch plots deurtjes opengaan. Je kunt bij management werken, wij kunnen doen bij Mojo gaan, bij George Visser. En dan een week later hebben we echt plots 60 optredens in Nederland, hè. In de kleine zalen van de schouwburgen dikwijls of in kleine theatertjes. Ja, dat is een deur die open gaat. En als je die kaap goed neemt, dan mogen we terugkomen met je nieuw programma en dan eventueel naar de middenzaal gaan en dan kun je beginnen bouwen. Hè. Dus ja, dat is misschien wel de enige weg, denk ik, om het te doen in Nederland. Jullie hebben een bureau in Nederland, niet de kleinste, mag ik zeggen, hekwerk. Hè, waar... Ja, natuurlijk. Pardon, Joop van het Hek, zeer achter het. Heeft u op jullie zelf gevraagd? Of hoe gaat dat dan? Ik denk dat hij wel betrokken is in de gesprekken, of wij erbij zouden kunnen of niet. Maar er is een impresario, Hans, die ons gevraagd heeft. Hè. Maar we weten wel dat Joep daar heel erg, heel sterk bij betrokken is en dat hij volgens mij wel een bepalende stem heeft ook over wie erbij komt of niet. Er komen niet veel mensen bij. Hè. Nee, en denk ook dat er niemand bij komt als hij het niet echt ziet zitten. Nee. Dat denk ik wel. Ja. Hij komt ook altijd kijken naar elke voorstelling. Ja. Hij is er. Hij vindt dat wel belangrijk. Een fijne man. Ik ben afgestudeerd op Joep van het Hek. Mijn licentiatsthesis ging over de overdracht van boodschappen naar het publiek in het moderne theater. Dat waren titel. Ja. Case study. 10 jaar Blauwe Maandag Compagnie. Die zaten hier toen in Gent in de Vooruit. En Joep van het Hek. Ja. En sindsdien zien we elkaar ook. Wow, om de 2 jaar. Interessant, zeg. Ja. Ja, op het programma spreken we af. Ja. Toen mijn absoluut idool. Intussen zijn er wat bijgekomen ook, gelukkig. Maar... Misschien niet vreemd dat iemand als Joep van het Hek jullie er absoluut bij wil. Wegen ze een aparte stijl? Of een stijl op zich? Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Want Hekwerk is een relatief klein bureau. Met veel verschillende dingen. Maar zoiets als Comifort, dat hadden ze nog niet, denk ik. Zo een jaar of 8 geleden toen wij erbij kwamen. Net omdat het... Ja, sowieso als Vlaming in Nederland valt het toch een beetje uit de mand. Het rare is dat veel Nederlanders, ook mensen die in het vak zitten en zo, toch iets hebben van... Ja, dat is toch eigenlijk een beetje hetzelfde als al die Vlaamse dingen. Zo ja. De Wim Helsen, jullie, Urbanus, Wouter de Pre, Elze Schepper. Het is allemaal toch... Dan wij iets hebben van... What the fuck? Ja, waarschijnlijk. Dat is zoals wij hetzelfde Vlaams, ja, oké, okay, maar... En alle Chinezen lijken ook op elkaar, hè, vinden wij. Ja, dat is toch iets raar wat zij hebben, zomaar. Maar wel een deugd, een steun voor jullie. Dat zo'n bureau jullie boost uiteindelijk. En
en meetrekt. Want hebben jullie nu meer of minder optredens dan pakweg 5-6 jaar geleden? Nee, dat is eigenlijk al 25 jaar hetzelfde. We spelen altijd, we hebben altijd meer aanbod dan we kunnen spelen. Dus vroeger speelden we 5-6 keer per week en nu de laatste 6-7 jaar, je hebt ook kinderen en zo, spelen we 4 keer per week. Consequent. Elke voorstelling die we maken, spelen we zo'n 100 keer in Nederland, in alle schouwburgen, en 180 keer in Vlaanderen of zo. Dat is voor een pak volk. Natuurlijk. Er zijn alle verschillen van grootte, maar dat is heel veel volk, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Dat is voor veel. Dat is praktisch gemiddeld voor 500 of zo. Ja, 500, maar gemiddeld is eigenlijk 200. Dat is meer dan 120.000 mensen. Dus dat is veel, hè? Dat is heel veel, ja. Dat is 1% van de bevolking of zo. 10 sportpaleizen, zoiets. Ja. Zou dat niet zijn voor Comme il faut, sportpaleis? Nee, dat kan niet. Hè. Dat, wat we wel sowieso af en toe doen, is sowieso iets, een groter ding mee doen, zoals de NECA-nacht of van dat soort mega-dingen zo in sportpaleis. En dan doen we een paar liedjes of een setje, muzikaal. Dat kan natuurlijk wel. Hè. Maar zo, wat wij in theater doen, juist de mix van piepklein en ontroerend tot hilarisch, nee, dat kun je alleen maar in theater. Dan moeten de mensen letterlijk bijna aan hun lippen kunnen hangen en op hun schoot zitten. Dat kan in een groot theater. In de Capitol spelen we veel in Gent. Dat is voor 1500 mensen. Kan perfect. Maar niet voor 10.000 in een sportpaleis. Dat is onmogelijk. Hè. Dat is een heel andere discipline. Je ziet, als je, eigenlijk zeg ik nu dat ze het doen. Ik heb dat nu alleen maar op tv gezien. In het sportpaleis dat ze dat doen. Dan speelt hij anders dan in de Capitol. Hè. Zie ik wel. Veel, was er de laatste keer bij. Die pakt meer trager, tijd. Trager, die pakt die glad. Want je lach moet nog terugkomen natuurlijk. Heel vreemd. Maar je kunt ook niet beginnen wat wij doen. Je kunt in een sportpaleis beginnen aan een verhaal van 20 minuten. Ga gewoon. De spanningboog is veel te lang bij ons en te traag. Dat is echt iets anders. Jullie hebben, denk ik, bijna overal gestaan. In alle CC's, schouwburgen, GC's, grote zalen. Ik kan hem een beetje inbeelden, maar toch, wat zijn de favorieten? Wat zijn echt de bakken, de zalen die, waar jullie naar uitkijken? Arenberg is toch... De steden, mis. Ja, de steden eigenlijk. MTG, Capitool, Arenberg, Antwerpen, AB Brussel, Rome. Amsterdam, Kleine Comedie, ja. Carré. Ja. De Roma in Antwerpen. Ja, het heeft te maken met een stadspubliek of een plat. Als... Meer met publiek te maken dus dan met de zaal. Ja, eigenlijk wel. Want zo'n zaal in een stad, een AB of een Arenberg of een Roma, of dat leeft, hè, omdat het midden in een stad ligt. Hè. Dat voel je wel. En een CC heeft dan een, hoe zou ik het noemen, aparte vibe. Is... Ja, het maar heeft tussen veel te maken met vrije verkoop ook, denk ik. Als wij in een stad spelen, of als we zelf een zaal huren in een stad, koop je kaartje om naar Comme il faut te komen kijken. En vaak is het toch nog altijd zo in een CC dat je in april kijkt. Wat gaan we volgend jaar eens, welke 10 voorstellingen of 4 voorstellingen gaan we volgend jaar eens bekijken in CC? Oké, dus binnen 9 maanden, 22e, ja, Comme il faut. Ja, dat is toch een beetje anders. Dus mensen lijken minder getriggerd of gemotiveerd. Of, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar als wij in de Arenberg opkomen, toch meer het gevoel van, yes, ze zijn er, feest. Ja. Ze zijn er voor ons. Ja. Capitool ook, kan ik mijn beeld. Capitool is die zaal groter is. Arenberg is toch kleiner, gezelliger. Capitool is voor ons de grootste zaal waar we spelen in de Benelux. 1500 mensen is de grootste zaal. Laat mij vertellen, vaak niet de gemakkelijkste zaal. Ook al door de indeling. De groot bovenplatform en dan... Die speelt ook graag. Niet zo veel. Ja. Nee. Ja, we spelen daar... Ja, dat is gewoon in onze voorstellingen piepkleine dingen. En, maar als je een lucifertje vast hebt... En je, zonder woorden, en je zegt gewoon met een lucifertje tussen de twee vingers aan het draaien en heel het publiek weet wat je bedoelt... En is maar stil en zit 1500 mensen gefocust te kijken. Dat is magisch, hè? Dat voelen die mensen ook. Dat is magisch. Dat zijn we daar gaan controleren trouwens. In Breken onze voorstelling begon met een stekkendoosje. Een trucje met een stekkendoosje. En dan zijn we dan is Raf op het balkon gaan zitten, weer op het balkon. En ik heb een stekkendoosje, of we het kon zien. En dat lukte daar. Dat was wel essentieel. Ja, dat werkte nog. Ja. Carré?
Ik ben er onlangs voor de eerste keer geweest. Schande. Dat het zo lang heeft geduurd. Een fantastische zaal, hè? Ja, ja, het lijkt me. Ja. Is dat de top als je als cabaretier in Carré staat? Meer nog dan gelijk welke andere zaal? In dat land of in Vlaanderen? Commercieel of publieksbereik gewijs wel, hè? Maar dat is, nou, Hans-Steven Tryout in Carré, die speelt in Heineken Music Hall zijn voorstelling. Voor 8000 man. Alles is relatief. Nou, alles is relatief. Alles is relatief. Wij spelen eigenlijk reeksen van onze voorstellingen in de kleine komedie. Dat is zo'n 500 mensen, dat is ideaal voor wat wij doen. Dat is fantastisch. Er is ook Klein Bellevue, dat is 100 mensen. Maar sommige mensen komen daar het beste tot hun recht. Sommige soorten cabaret of stand-up zijn voor een klein publiek, maar dat is wel steengoed. Hè? Dus het hangt een beetje vanaf. Carré is dan heel vaak heel commerciële producten en zo ook. Hè? Die echt heel dicht. Ja. Maar jouw idool, Joep van Teek, ja, dat zat er 6 weken. Dag na dag, hè? Dag na dag. Ja. Ja, Herman van Veen ook. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is waanzinnig, hè? Dat is fantastisch, hè? De zijprojecten zijn al een paar keer gevallen. Hè? Jullie doen ook theater naast elkaar, altijd geweest, blijkbaar zo. Hoe belangrijk is dat? Is dat adem krijgen, met iets anders bezig zijn? Ja, eigenlijk wel. Dus we zouden ook kunnen kiezen voor sneller een nieuwe productie mee komen de foto maken. Wat ook zou kunnen, maar nu kiezen we de laatste jaren voor... Met Comme il faut een jaar of 3 te spelen met een voorstelling en daartussen af en toe een periode iets anders te doen. En dat is eigenlijk wel gezond, denk ik. Dat voelt fris. Ofwel alleen, ofwel met andere mensen. Ja, dat is een beetje herbronnen. Dat is goed voor het hoofd, denk ik. Heel vaak gericht op jongeren, hè? Jongeren, kinderen. Vaak wel. Ja, ik ben nu een voorstelling met Ineke Nijssen aan het spelen, zonder u. Ik ben nu volop aan het toeren. Ik heb vandaag al 2 keer gespeeld. In scholen? Nee, in theater. In de scholen komen dan naar theater. Ja, ja. Ja. En dat is een prettige afwisseling. Vind je zo een maand of 2, 3, dan zal ik dat ook wel genoeg gedaan hebben, denk ik. Maar nu is het tof. Ik ga met de motto spelen, door de files. Ik ben er een uur of 4, 5 terug. Ja, prettig. Dat ook, hè? Solo-voorstellingen. Hè? Heel bewust, heel aangenaam, denk ik. Waarom bedenk je dat? Waarom ik dat denk? De afwisseling die wellicht... Ah, zo, ja. Heel wel gekomen is, dat bedoel ik. Ja, ja, zeker. En alleen spelen is heel anders dan met 2. Het is heel anders. Dus dat is wel iets wat ik voor mezelf ook wil ontwikkelen. En dat is fijn om te leren eigenlijk. In het begin moest ik dat ook wel voor een stuk leren. Ik heb nu de tweede gemaakt. Die zit al beter in elkaar, vind ik zelf. Ben ik nog rustiger op een podium. En ik ga zeker nog een volgende maken ook. Dus dat is een zijlijn naast Comme il faut. Core business blijft 2 met 2. Ook in aantal voorstellingen en zo. Maar het is toch ook heel fijn om te doen, inderdaad. Alleen op een podium en 1,5 uur alleen. Het publiek helemaal van begin tot einde proberen te boeien. Dat is ook heel fijn. En mogen jullie dan commentaar geven over elkaar een stuk? Of gebeurt dat niet? Natuurlijk wel. Ja, dan... Maar ook zo bij het maken van deze beide voorstellingen, zo, dan is natuurlijk dat try-out komen kijken, wat essentieel is, vind ik. En ik ook bij hem. Maar het is niet dat we dan kiezen voor elkaar te regisseren of zo. We laten elkaar ook wel daar een beetje vrij. Ja, en dan krijg je toch, als hij komt kijken naar een try-out, dan krijg je toch de Comme il faut laat plots. Hè? Als hij zegt dat heel dat stuk dat je dat doet over die bedelaar die. Waarom? Hè? Waarom doe je dat? Dat duurt 10 minuten en dan denk ik, fuck man, stond onder knikker. Ja. Dat zou bij Comme il faut niet doorgeraken, dus. En dan begin ik te herschrijven. Hè. Dus dat kan niemand zo goed als hij weten waar ik... Jij kunt zo zeggen tegen mij, dat stukje speelde niet graag. Hè. En dan begin ik na te denken, dan moet ik hem gelijk geven, want dat klopt, dat steekt dat hij niet juist in mijn kou zit, of dat hij niet dicht genoeg bij mezelf ligt. Of, ja, dat is niemand die mij zo goed kent als hem, dus hij kan hij is ook de beste om een try-out te beoordelen, bijvoorbeeld. En dat is andersom ook zo. Hè. Ja. Maar het is een speeltuin. Hè. Spelen is letterlijk een speeltuin. En wij zitten dan nog eens met Comme il faut tussen, in dat grasplein, tussen muziek en theater... Cabaret, soms een beetje stand-up invloeden. We zitten overal zo, overal wat tussenin. En die uitstappen dat we doen zijn vaak naar het
echt toneelstuk. Ik ben al heel mijn leven ook, de laatste 20 jaar, bezig met Vier Hoog, jeugdgezelschap. Ja. Dus ik heb misschien al wel 20 stukken geschreven en gemaakt voor kinderen, vaak voor kleuters. Dat is ook allemaal vanuit comfort, dat je echt toneelstukken maakt en we spelen soms ook echt alleen maar muziek, hè, in bands of als gasten in bands. En ik ga gewoon een tournee doen volgend seizoen. Mis zingt. Ja. Oh, dit seizoen, ja. Voilà, voilà. En dan is dat met een fantastische groep rond u en alleen maar zingen. Ja, dus dat is speelt. En wat wij doen, dat is het leuke eraan, dat we meer dan 30 jaar geleden begonnen zijn met heel slecht gitaar spelen en heel slecht viool en proberen te zingen en ook proberen verhalen te vertellen. Dat leidt er nu toe dat onze speeltuin heel groot is eigenlijk. Dat is een enorm tof gevoel, hè. Ik zit hier eigenlijk geweldig jaloers te wezen. Dat kan, dat zo gelopen is. Dat fantastisch, toch? Ja, ze zouden elke dag op hun blote knieën God de Heer verdanken, hè? Toch? Dat zit er bij mij ook veel meer in dan vroeger. Eigenlijk is de arrogantie van vroeger een beetje vervangen door de dankbaarheid om dat leven te kunnen leiden, hè, zo lang. Deze. En nog, het is nog perspectief, om het zo te zeggen. Ja, het zou wel. Wat anders? Weet je niet? Iets anders kunnen we er misschien een tijd voor gehad om nog een ander vak te leren. Hopelijk nog. Ja, soms zeggen we dat van, we doen 3 jaar met een voorstelling, een jaar maken en 2 jaar spelen. En soms denk je van, ik ben 53 geworden, dus nog 3, 4 voorstellingen, ik ben 65. Fuck, man. Je hebt heel lang dat je ermee bezig bent dat je denkt, we gaan nog oneindig veel voorstellingen maken. En we gaan nog 20 platen maken. En we gaan nog, want we zijn nog maar juist bezig. Dat gevoel heb je heel lang, hè, dat je jonge talenten bent. En eigenlijk maakte je in één keer een overstap van jonge talenten naar oude olifant. Wat nee, je maakt die overstap niet zelf. Met talent. Je merkt dat aan de collega's. Je merkt dat in je omgeving. Zelf heb je dat nog niet door. Vinden we eigenlijk nog een jonge hond. Maar je ziet in de ogen van andere mensen dat niet meer klopt. Toch wel pijnlijk. Pijnlijk, ja. Oh, no, confronterend, hè. Ja. Toch wel, ja. Misschien een... mag ik nog wat wijn nemen? Trouwens. Dat zal wel zijn. Pintje? Ja. Want jullie... Het viel... Voor we in opname waren, jullie drinken geen alcohol. Ik drink niet dat vreemd is, maar... Ik drink 10 jaar geen alcohol, omdat ik veel te veel dronk, natuurlijk. Hè? Dus ik ben eens alcoholieker, altijd alcoholieker. Dus ik kan niet meer normaal omgaan met alcohol. Dus ik ben 10 jaar geleden gestopt. Omdat het te was? Ja, omdat het te was. En die periode, vanaf de studententijd en dan gelijk verder, kom je voor beginnen. En dan was het spelen en in de kroeg zitten, nee, heel de nacht. En toen waren we 25 jaar, dus hadden we geen slaap nodig. En we hebben dronken, drinken en spelen was het eigenlijk. Zo was spelen, ja. En mooi, denk ik dat in zekere zin. Ja, dat is absoluut. Maar hard. En madame, hè. En madame, en ja, alles wat je wilt, hè. Was zalig, hè. Ja. Maar toen ik 33 was, ben ik voor de eerste keer 3 jaar gestopt, omdat ik toen op een grens zat. Ik voelde van, dit leven wil ik niet leiden, want ik zuip te veel gewoon. Ik steek veel te veel energie in drinken. Dat kost veel energie. Je moet zitten 1 uur of 7 in de kroeg. Dan moet je lang slapen tot in de namiddag en in de kater. Dus dat verbruikt heel veel energie mee. En dat wou ik niet. En ben ik de eerste keer gestopt. Dus dat was de eerste, op mijn 33 was de eerste noodrem. En dan heb ik nog 1 jaar of 6 opnieuw gedronken. En dan ben ik weer 10 jaar geleden gestopt. Nee, ook weinig, misschien. Ja, alsmaar minder. Amper nog, eigenlijk. Ook omdat het niet meer in mijn leven past. Ik word ook 50. Ik heb nog 3 kleine kinderen. Beetje hetzelfde. Zo. Ik kan ook niet meer. Ik heb geen tijd meer om katers te hebben. Ofwel wil ik met mijn kinderen bezig zijn, ofwel wil ik werken. Of, het leven is te kort, vind ik, voor de tijd te verliezen. Alsmaar meer, hè, vinden dan mijn ouder te worden. Dus ik probeer ze te drinken. Ik heb in de zomer wat gedronken. En ben nu terug gestopt 1 september. En als ik zo eens echt chic ga eten met mijn vrouw, dan drink ik een paar glazen wijn. Maar dat is dan ook, hè? Dat is dan, ja.
Misschien een hele eenvoudig klinkende vraag, maar ik heb de ervaring dat dat een moeilijke is. Waarom doen jullie dit? Waarom doe je aan humor? Waarom wil je zo per se op dat podium staan en ja, iets brengen, iets vertellen, iets overleveren bijna? Moeilijk, hè? Ja, moeilijk. Er is, denk ik, dat er niet veel mooiere dingen zijn om te doen dan op een podium staan en voelen dat je iets teweeg brengt bij mensen. Dat blijft toch avond na avond blijft dat kicken. Wat ik ook heel graag doe, is bijvoorbeeld dit. Een goed gesprek hebben. We zijn nu met drie, maar dan mag ook met twee. En dat is heel vergelijkbaar met optreden eigenlijk. Hè? Voor mij. Eigenlijk is dat een soort goed gesprek hebben met een publiek, voor mij. Op het podium staan. Het gevoel hebben dat uw woorden en uw daden op dat podium, dat iets losmaakt en dat iets raakt. Dat mensen verandert op dat moment. Hun gedachten verandert en hun... Dat is een fantastisch gevoel. Het vergelijkbaar met een goed gesprek hebben. Dat is, je verandert elkaar altijd een beetje, wederzijds, als je echt een goed gesprek hebt. Dat is dat, denk ik. En humor, waarom doen we humor? Ik denk, dat met de jaren zeker, dat alles voor ons een middel is om dat gesprek te hebben, eigenlijk. En humor is een heel goed middel, hè. Niks is zo tof als een heel zaal doen lachen. Dat is echt fantastisch. Als we dat 5 minuten aan een stuk kunnen, zullen we dat proberen 5 minuten te doen. Maar die 6e minuut zal dan net heel zwaarmoedig zijn bij Comifo, bijvoorbeeld. Omdat je de valhoogte die je gecreëerd hebt. Dus dat is zo fantastisch om een publiek 100 meter naar beneden te zien vallen. Ja, daar draait het allemaal om, hè. En dat zijn eigenlijk, als je dat strikt genomen, zijn dat allemaal gesprekstechnieken. Het is bijna psychologie. Of half psychologisch het publiek bespelen. Het is wel het is niet dat wij een theoretisch boekje hebben waar we uit putten. Hè, maar je hebt wel natuurlijk metier en niet metier. Dat zie je bij alle collega's die... een aantal voorstellingen gemaakt hebben, je ziet dat die hun metier, die kunnen een publiek bespelen en iedereen doet dat op een andere manier, hè? Maar dat moet natuurlijk wel kunnen, een publiek. Je moet impact hebben op een publiek, want anders dan stopt, hè? Dan doe je dit niet. Hè? En hoe heb je die impact? Dat is bij iedereen individueel, denk ik. En voor een stuk is dat psychologie, hè? Inderdaad. Je weet dat schok komt. Dat je niet de mensen onmiddellijk begint te beledigen. Alhoewel, dat een Hans Theo dat bijvoorbeeld net wel doet. En net dat wel, kan, ja, natuurlijk fantastisch zijn, maar daarom is me ook Hans Theo. Dat is zijn individualiteit. Nee, en ook hij denkt heel erg na over contrasten en eigenlijk over psychologische impact op het publiek. Hè, tuurlijk wel. Maar ja. Jullie zijn, ik wou niet zo van het woord, maar van, geëngageerd, heet dat dan? In welke zin? Bezig met wat er ook gebeurt, leeft en draait in de wereld. Jullie verbinden zich ook wel eens aan goede doelen en noem maar op. Heeft comedy of humor of bij uitbreiding theater dat ook als doel, wat de wereld veranderen? Of is dat niet direct punt nummer 1 voor jullie? Niet per se, denk ik. Dus dat sluipt er alsmaar meer in, ons engagement wel. In de laatste voorstelling Schoft was de meest geëngageerde voorstelling tot hiertoe. Ook omdat er toen nog van alles gebeurde in de wereld waar we niet naast konden kijken toen we aan het schrijven waren. Maar niet per se, denk ik. Ik denk dat een strafverhaal over de liefde of weet ik wat evenveel impact kan hebben bij iemand dan engagement. Ja, en evenveel engagement. In deze tijden van... Ik vind de tijden veel te moralistisch geworden, eigenlijk. De laatste jaren. Dat is een grote bron van ergernis voor mij. Is ook mezelf ergeren is gezond ook. En goed voor me schrijven. Maar ik vind nu een prachtig gedicht over... een detail over een bloem, het grote cliché maar nemen, vaak verfrissender dan een zeer geëngageerde conferentie.
over de wereldproblemen. Het hangt er maar vanaf in welke context dat je je werk brengt. En de context nu is heel veel ethiek en heel veel moraal. Iedereen heeft zeer ethische meningen over allerlei grote dingen in de wereld. En maar meningen zijn... Hoe is dat? Joop van Tijk zei dat zeker? Nee, wie zei dat? Of Bill Hicks? Meningen zijn als... Fuck, zijn ik vergeten zeg. Meningen zijn als... Moet ik even opzoeken, Peter, ja, straks. Ja. Patrick de Witte zei dat ook vaak. Meningen zijn als... het is niet als een scheet, maar het is zo wit. Ja. Iedereen heeft er een, maar ze zijn direct vervlogen. Of zo. Ik weet het niet. Ja, ik zou eens moeten zoeken. Ja. Zoiets was het. Maar dus, zouden jullie ooit in een programma stelling nemen tegen politicus X of Y, ik ga geen namen noemen, of harde stellingen tegen of voor transmigranten of ethische thema's? Of drijft dat dan te ver weg van wat jullie willen doen? Wat wij zullen laten zien is de empathische blik van maak het maar mee, vertrekken in uw land... En 2 jaar reizen en ergens aankomen zonder geld, totaal niet spreken. En moeten, we zullen eerder het verhaal op zich laten spreken, denk ik, dan politieke stellingen nemen. Want ik vind het ook zelf heel moeilijk. Ik heb eerst geen enkele politicus die mij helemaal kan overtuigen als het over migranten gaat, bijvoorbeeld. Ik vind dat een heel moeilijke kwestie. Maar hoe ouder ik word, hoe genuanceerder ik er zelf over denk. En nuance op een podium is niet altijd handig, hè? Is dat zo? Te veel nuance is niet oké op een podium? We proberen dat wel te doen, denk ik, maar te veel nuance is niet oké. Ja, dat denk ik wel. Wij vooral proberen mensen zelf te laten denken. Hè. Ja. Het cliché eigenlijk van een spiegel voorhouden en daardoor mensen te laten denken. Dat is toch nog altijd het meest interessante, denk ik. Ja, het heeft geen zin om een zaal in twee te verdelen door u uit te spreken voor of tegen die politicus, vind ik. Kan wel zin hebben, maar dan moet dat deel zijn van je act en deel zijn van het psychologische spel met het publiek of zo. Dat kan dat wel. Als je erop kunt terugkomen, je kunt dat integreren in je stuk. Maar wij zijn niet de cabaretiers die van voor op podium gaan. En bijna niemand doet dat eigenlijk, merk ik. Ik zie dat ook Geert Hoste, hij is nu gestopt, maar vroeger niet doen. Ik zie dat nu ook Michael van Peel niet doen. Dat is, die nemen dan toch de rol van de nar die overal tegenschopt. Tegen links, rechts, tegen centrum, die schoppen tegen alles. Michael van Peel die wel aanreikt. Enorm zelfs. Van hier. Aanreikt. Materiaal om over na te denken. Ja, ja zeker. Zonder ja. Zelf al te veel stelling in te nemen, inderdaad. Zonder zelf te veel stellingen nemen, ja. Michael is heel intelligent, hè. En dat voel je ook wel. Maar geen grote moralist en echte politieke stellingen nemen op een podium is vaak oninteressant. Dat gebeurde in de jaren 70 van vorige eeuw. Vallemong en de vieze gasten deden dat. Hè? Dat was toen. Toen was het oké. Dat was toen de tijdsgeest. Dat was toen, je zou het interessant kunnen noemen, maar dat kun je nu niet meer doen. Inderdaad. Dat is passé. Dat is echt oudbollig, ouderwets. Echt passé. Als je met de vinger omhoog gaat zeggen... dit moeten we doen, dames en heren. Dit, want het is schandalig dat we dat... En we zijn... Dan probeer ik ofwel in het slaap te vallen als ik in de zaal zit, ofwel stiekem weg te sluipen. Hè. Ik moet niemand tegen mij zeggen op een podium hoe ik zou moeten denken. Wat verlang ik als ik in de zaal zit? Dat iemand mij doet denken, inderdaad. Hè. Door intelligente invalshoeken, zoals Michael vaak inderdaad kan doen. Door op dat moment intelligenter te zijn dan ik, of verrassender te denken dan ik. En met mij te doen twijfelen aan mijn eigen stellingen. En zo, dat wil ik, hè. Ik wil geen grote moraliserende vinger zien. Waar dat ook Nederlanders meer hebben dan wij. Hè. Daar kan dat... Een Vlaming heeft instinctief toch een soort weerstand tegen iemand die moraliserend is. En een Nederlander niet, hè. Dat zijn protestanten. Freek is de zoon van een dominee. Freek de Jonge. Dat zie je wel, hè. Je vond Hek wou priester worden. Ja. Dat is die ambitie blijkbaar ooit, hè. Ja. Een ander cliché, maar ik wil het toch op tafel gooien. De tranen van de clown. Hè? Zeggen ze dan vaak van... De komiek is vaak de man die backstage of buiten de schouwburg heel wat somberder en triester is dan hij of zij overkomt. Klopt dat? Klopt dat voor jullie? Ik wou zeggen dat we op het podium zien dat toch redelijk dicht bij onszelf ligt. Klopt dat?
Ja, ik denk dat wel in ons geval. Ik denk dat wel. Ja. Maar ik denk wel dat. Nou, ik wou zeggen dat mensen op een podium vaak denkende mensen zijn, maar dat mag ook niet voor algemeen eigenlijk. Hè. Denkende mensen. Ja, als je bezig bent met humor en met cabaret, denk ik wel dat je eerder een denkende natuur hebt of zo. Nou, ik denk, of niet? Niet per se. Je hebt ook heel goede cabaretiers die bijna alleen maar slapstick. Dat is waar. Allee, het hoeft niet per se inhoudelijk te zijn, maar nog een goede cabaret te zijn. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat weet ik niet, de tranen van de clown eigenlijk. Want ik ken er nu zelf wel een aantal komieken die eigenlijk best teruggetrokken zelfs. Een beetje naar depressie neigende, niet echt hele sociale mensen zijn, maar op dat podium dan plots, wat is het? Een personage worden, een clown, iemand anders. Ja, dat is maar wel, eens eraf weer hervallen in hun... Ja, maar ik ken het ook andere, toch evenzeer... Gewone vrolijke. Absoluut, ja. Dat is eigenlijk wel waar. Ik denk, ik weet eigenlijk niet wat er wat meer bij op te trekken. Ik denk eigenlijk dat dat misschien wel redelijk conform is als de rest van de samenleving. Zo. Ja. Wie zijn jullie helden op dit moment? Of wie waren ze vroeger? Misschien is dat nog een belangrijke. Wie waren jullie voorbeelden die ervoor zorgen van kom, dat wil ik ook doen? Of proberen? Ik denk dat Van Veen, waar we het er straks al over hadden, wel toch een grote inspiratiebron was. Vroeger zo, de platen van Live in Carré en zo, die bij ons vader in de platenkast stonden. Dat heeft onze vorm toch wel redelijk... Dat die bij ons vader in de platenkast stonden. Ja. En dat heeft ons toch wel bepaald, denk ik. Zo, de eerste dingen die wij maakten, net zo de mengeling van muziek en lachen en serieus en visueel ook, toch wel veel aan hem te danken, denk ik. Geweldige mensen. Ik heb die vorig jaar lang geïnterviewd bij, zijn première, Tryout. Nee, het toneel liep al. In St. Lievens Houtem. Daar ben ik ook nog gestaan. Drie dagen geleden. Ja, het is nog zo lang niet geleden. Nee, ik stond daar drie dagen geleden. Ja, kijk. Ah, je stond er niet. Ja. ongelooflijk. Vond ik die wel als mens ook. Ja. We hebben die dan ook persoonlijk leren kennen later en zo een paar keer met hem samengespeeld. Vorig jaar nog, hè? Of dit jaar nog. In Nieuwe Lamar in Amsterdam. Ja, onlangs nog. Ja. Ja, dat was onze eerste invloed. We hebben Freek de Jonge en Joep van Tik pas leren kennen toen we later kameretten meededen en zo in Nederland. Heel laat. Dus onze stijl was eigenlijk al gevormd voor we benul hadden van wat een cabaretier is of zo. We kenden Toon Hermans en Herman van Veen, omdat onze ouders daar naar gingen kijken in de Arenberg. En ik was 15, ik weet het nog, toen ik alleen in Rozendaal, dat was in Nederland, maar dat was vlakbij Essen waar wij woonden, naar Van Veen ging kijken op mijn 15e. Dan zat ik op de eerste rij in het midden, want ik had het was uitverkocht, maar ik had het kaartje dat normaal voor zo'n vrouw bestemd was. Dat was van die herinneringen. En dat heeft ons inderdaad wel serieus in gang gezet. Hè? Ja. Dat was fantastisch, ook in die tijd, met Aris Axioni op gitaar. Ongelooflijk, dat was wel geest verleggend in die tijd. Nu niet meer, vind ik, maar in die tijd zeker wel. En voor mij is, het is een cliché, maar ik ben een heel grote Bob Dylan adept. Gewoon, de zeggingskracht van die teksten en die muziek is ongeëvenaard, denk ik. We hebben altijd in die 30 jaar we spelen heel veel naar Dylan geluisterd. Jij ook, Mich? Bob Dylan? Ook Dylan, maar eigenlijk zijn er nog altijd niet zoveel heel grote, vind ik. Je kunt het bijna op één hand opnoemen. Zo Neil Young en Nick Cave en Joni Mitchell. Zo kan ik geen 10 opnoemen. En daar vallen wij toch vaak als we s'nachts naar huis rijden op terug. Nee, maar dat is zo. Je hebt maar een aantal jaren. Ik bedoel, dat zijn onze idolen van toen we 17 waren tot dan we 25 waren of zo. Er komt toch ook niemand meer bij of zo, de laatste 30 jaar. Dat zo is, hè. Andere jongere mensen hebben gewoon andere idolen. Hè?
Doe me toch. Dat zegt hem het weer. Dat Johnny Mitchell beter is dan al de andere vrouwen die Rodan aangekomen zijn. Ja, dat kan ik niet zeggen. Hè? Denk ik eigenlijk wel. Okay. En ook geen beginnen Dylan. En nou, Nick Cave is nog relatief recent. Hij is nog niet zo oud. Wat de fuck. Dat is natuurlijk zeer persoonlijk, hè, maar ik denk dat er... Ik zou eigenlijk niet goed weten wie dat er zo straf, een songschrijver. Ja. Maar dat is inderdaad persoonlijk. Hè. Jonge mensen zullen mij absoluut tegenspreken, maar hè, dat is toch eigenlijk wel dat ik wat denk dat dat toen uitgevonden is. Dat het songschrijven en zeker de rock en roll en zo. Het songschrijven niet, want er was natuurlijk een fantastische... in de jazz en zo en in de... Sinatra, het kroenen, geweldige songs, maar zo echt popmuziek en liederen met zeggingskracht die op een akoestische gitaar of op een piano moest kunnen brengen. Ja, dat is effectief, dat is toen uitgevonden in de jaren 60, 70. Nog altijd krak hetzelfde van vorm. Krak hetzelfde, hè? Maar daarom niet beter, vind ik. Er zijn er natuurlijk nog heel straffen, hè? Maar Springsteen, natuurlijk, wel een heel grote. Hè? Zappa. Van Morrison, Zappa, tuurlijk. Je kunt er 20 opnoemen, hè? Maar... Maar dan hebben we ze bijna allemaal gehad. Dat zijn ook allemaal oude zakken, hè? Ja, absoluut. Ja. Tom McRae, zegt jullie dat iets? Het zegt me heel vaak iets. Maar... Brit, somber, donker. Komt heel veel in België spelen. Ik zal jullie daar eens bezorgen. Ja. Tom McRae is zeer... hoe moet ik het noemen? Gevoelig, romantisch, melancholisch. Maar wel hard. Die ook altijd zelf zegt van, oh ja, en ik zou weer een nummer brengen, ik word er zelf weer niet vrolijk van, maar bon, met zo'n die teneur. Ik wou net nog zeggen, ook toneelmatig ook wel, hè. De Compagnie de Koe bijvoorbeeld, hebben we heel veel van gezien. Is altijd, zeker Peter van den Eeden, is altijd humor of geen humor, of je weet het gewoon niet. Ja, die mens is ook een stijl op zich. Een stijl op zich, inderdaad. En dat blijft heel inspirerend eigenlijk. Ik heb zelden zoveel gelachen als... Zelden in de cabaret-voorstellingen zoveel gelachen als met voorstellingen van de Koe eigenlijk. Ja, die man is fundamenteel grappig. Absoluut. Dat is een acteur, het is gewoon komiek. Ja, het is geen echte komiek, maar eigenlijk wel. Het is een zeer grappig mens. Zijn er helden van nu? Namen waar jullie naar uitkijken of met plezier naar gaan kijken? Ik ga kijken. Ik ga als Wim Helsen iets nieuw maakt, dan ga ik kijken. Dat is wel een held. Dat vind ik altijd wel heel straf. Heel hoog niveau. Ik ga volgende maand kijken naar Xander de Rijke. Omdat ik een stukje gezien heb van hem, waar hij spreekt in de Nalenberg. Ik zag dat op internet. Over zijn moeilijke thuis, over armoede eigenlijk ging dat. En dat was zo pakkend. En die zaal was ook zo gepakt, zo dat ik dacht, daar moet ik toch eens nog wel kijken. En ik kwam hem dan tegen, backstage in de Vooruit, deze zomer. En afgesproken, nu ga ik gaan kijken, ik ben benieuwd. Ah ja, was toen een try-out net daar. Ja. 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 Bijzonder scherp en intelligent, hè. Xander de Rijk, ik vind dat ook fantastisch. Maak nu zo'n soort media-overzicht. Waar is een pijlenricht op bepaalde... De James Cooks van deze wereld en onze televisie, maar wel heel intelligent. Ja. Niet cheap, niet... Ja. Ik schiet maar en lach er maar mee of om. Wim Helsen is... Ik spreek nu heel even persoonlijk. Wellicht topniveau, op Vlaams cabaret ook. Ja, voor mij zeker, hè. Ja. Ja. Ook daar weer, in hoeverre is dat nog cabaret en geen theater? Ja, het dunne grens, hè. Ja. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat het cabaret is omdat zonder vierde wand is, maar hij speelt inderdaad personage en een heel mooi uitgebalanceerde tekst dat hij brengt. Dus in hoeverre dat theater of cabaret is, interesseert me ook niet eigenlijk, maar het is wel heel straf. Ja. Nog... helden, namen waarvan jullie zeggen, die zien wij graag bezig of zouden we willen zien? Of die ik moet zien, moet opzoeken? Nou, ik ga toch altijd een beetje in het verleden, zoals Ceremonie, Erik de Volder zijn werk. Josse de Pauw zie ik heel graag spelen.
Ook groot in de... Er zijn een aantal dingen waar we elke voorstelling die we maken tijdens de repetitie altijd terugkomen. Dat is onder andere Josse de Pauw. Sommige dingen van hem. Ja, zoals inspirerende spelers, inspirerende schrijvers. Weinig cabaret en stand-up en zo die mij... Als je nu vraagt naar helden of inspiratiebronnen, dan haal ik dat eerder uit literatuur of uit toneel of uit muziek of zo. En misschien is dat normaal, hoor. Misschien is dat een iets diepere laag om uit te putten dan mensen die dat zelf al verwerkt hebben en dat op het podium brengen, collega's. Ik kan er wel van genieten en met veel plezier en bewondering naar kijken vaak, maar echt inspiratie van mijn eigen schrijven komt uit iets anders. Ook bij Helmus, theater? Of eerder muziek misschien? Ook allebei. Ja, ik ben een paar weken geleden naar Para gaan kijken. Met Bruno van den Broek. Bruno van den Broek. Ja, super straf, hè. En dan geniet ik ook heel hard. Het stuk was zeer goed. In ieder geval echt goed. Maar Bruno is fenomenaal, vond ik. Als acteur, ik zit dan ongelooflijk te genieten van zijn métier. Van hoe hij dat doet. Hij heeft nu net zo'n grote prijs gewonnen. Ja, wat absoluut verdiend. Ja. Echt super straf. Ja, dan is theater toch... Ja, wat ik helemaal in het begin van het gesprek zei, dat is ook onze Corbus is het theater. Er is ook niks dat kan vervangen. Zo, je zit met 300 mensen te kijken naar één iemand die iets ongelooflijk goed kan en die je helemaal meepakt. Ja, dat vind je nergens anders. Hè. Ik heb dat ook met concerten, dat je helemaal meepakt. Maar zo als één man dan gewoon heel klein een tekst staat te doen en je wordt volledig ingepalmd. Ja, dat is fenomenaal. Hè. Een kwaal misschien, maar ik zal ze toch maar vernoemen. Recensenten en kritieken en criticasters. En hoe gaan jullie daarmee om? Is dat noodzakelijk kwaad? Of ja, zijn die er maar? God, nee, of zijn alleen, die van belang misschien maar, zelfs? We krijgen alleen maar goede kritieken, dus... Ja. Maar dat is zo. Ja. Ja, we hebben ooit heel lang geleden wel eens echt een slechte gast. 20 jaar geleden of zo, ja. Van Patrick van Aanen, vergeet dat nooit meer. De Volkskrant. Dat piekt in de Volkskrant, slechte recensie, dat piekt. Hè. Ja. Terwijl dat je elke vezel weet, totaal onbelangrijk, maar toch piekt dat. Recensies zijn alleen belangrijk als ze goed zijn. Want dan nemen ze mee, dan neemt je hebt zelf ook eens een heel goede recensie over ons geschreven. Ik weet dat nog, omdat je die dan de volgende 2-3 jaar in gebruikt in je eigen promotie. Ja, gedaan, het was ook goed. Ja? Zeer goed zelfs. Ja. Wel, dan neem je quotes van over en dan neem je mee in die promotie en zo. En dus je gebruikt dat. Dus goede recensies zijn goed, slechte recensies zijn de volgende dag oud papier. Hè. Maar het piekt toch? Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. Ja, dat pikt. Ja. Dat is als er iets waar je jaar hard aan gewerkt hebt. En je staat bij wijze van spreken iemand bloot op een podium, geeft je helemaal bloot. En dan schrijft er iemand dat niet goed is. Ja, dat pikt. Hè. Tuurlijk, het zal wel zijn. Ja. Nu, iets waar ik mij altijd zeer voor gewapend heb. Wat ik ook meegeef aan anderen: van weet dat ook dat mensen daar jaren aan gewerkt hebben. En dat iets omverknallen in 2 minuten tijd kan. Ja. Maar dat het eigenlijk intellectueel een fair is. Dus. Ja. Maar dat hebben wij inderdaad de laatste jaren niet meer meegemaakt. Maar dat gaat nog komen. Hè. Dat weten we wel zeker. Hè. Ooit moet die boom eens omgeduwd worden hè, door iemand. Zou het? Ik denk dat wel. Daarom, ik denk dat we dat moment goed zullen kunnen relativeren. Dat niet zoveel uitmaakt ook zo voor ons op dat moment niet meer. Hè. Maar ik denk dat wel. Je kunt niet... Ja. Ik denk wel dat je op een bepaald moment toch zo'n beetje... uit een tijdsgeest gaat vallen meer en meer of zo. Denk ik, dat is nu nog niet het geval, denk ik, maar dat gaat wel een beetje komen. Hè. Er gaan wel, op een bepaald moment gaan er redenen komen om kritisch te zijn, denk ik. Als je naar een voorstelling van Comme il faut kijkt. Maar misschien pas binnen 20 jaar, hè. Dat zou goed zijn. Ik vind Herman van Veen ook veel minder relevant dan 30, 40 jaar geleden. Hè. Wel heel sterk nog en heel straf. Maar je zou niet meer gaan kijken, hè? Gewoon niet meer kijken, hè? Ja. Heel veel mensen wel, hè? Gelukkig voor hem, maar het triggert mij inderdaad ook minder om nu nog. Het is niet meer vernieuwend, hè? Nee, ik ben nog geweest de vorige show. En wat mij toen opviel was de ongelooflijke kwaliteit aan muzikanten rond hem. Natuurlijk, ja. Straffe percussionist, een bassist met ongelooflijke. Enfin, die man natuurlijk omringt zich met het beste van het beste, en kan dat ook. Edith.
En blijft super performer. Maar dat is goed gezegd. Natuurlijk is dat ongelooflijke kwaliteit. En ik denk dat dat bij ons op een moment ook zo zal zijn, hè, Peter. Dat denk ik, dat er jonge mensen niet meer komen zien om geïnspireerd te geraken. Wat nu toch nog wel het geval is, denk ik, soms, zal ik zeggen. Dat we toch nog onze relevantie hebben in het podiumlandschap. Maar op een moment gaat het gewoon goed zijn, hè? Maar minder relevant, denk ik. Zoals nu Van Veen bijvoorbeeld. En je zegt jonge mensen, boren jullie nog nieuw publiek aan? Jonge mensen dan? Of is het Comme-il-faut-publiek een tamelijk harde... Ik merk nu, als ik door de Overpoststraat loop, dat niemand mij nog kent. Dus 20-jarigen kennen... Nee, die herkennen ons in ieder geval niet meer. Herkennen zeker niet. Ik denk wel, misschien wel veel van Comme-il-faut is gehoord, denk ik, maar herkennen niet. Ja. En ook in de zalen is dat 20-jarigen, dat is weinig, hè. Dat zijn echt witte raven. Maar ik werk wel, als we bijvoorbeeld een reeks spelen in de Narenberg of zo, dan is ons gemiddeld publiek toch jonger dan wij zijn, denk ik. Dus die is niet, ik heb niet het gevoel dat vergrijst. In sommige cc's misschien wel, omdat die sowieso een beetje ouder publiek hebben. Maar ik vind dat ook... Vroeger vonden we dat belangrijk en mis. En dan hadden we het moeilijk voor een ouder publiek. Als we dan voor een ouder publiek kwamen, dan hadden we een moeilijke avond. Ja. Maar ik kan me echt niet meer schelen, eigenlijk. Ik ben er minder mee bezig. Ik zit niet meer te denken hoe oud zijn die mensen eigenlijk. Ik vind het echt niet belangrijk. Ja. Het is niet dat jullie kijken, even voor de voorstelling. Jawel. Maar tussen het gordijn, maar wie zit er? Dan misschien niet, maar je ziet onmiddellijk wie het er zit. Je voelt dat, hè. Je voelt dat wel. En je ziet dat ook aan deze terrein en zo. Hoe dat theaterpubliek is vaak, laten we zeggen, tussen de 35 en de 65. Hè. En dat is ook goed. En dat is eigenlijk... Je mag inderdaad geen fluit uit. En we zijn nu allebei, binnen half jaar zijn we allebei in de 50. Zou het ook een beetje realistisch zijn. wat is 65? Dat is ook niet oud, hè? Het goede is dat we daar nooit mee bezig moeten geweest zijn, hè, Peter. We hebben nooit hits moeten hebben, we hebben nooit op tv moeten komen. Dat hebben we allemaal nooit veel gedaan. Die druk hebben we ook nooit gevoeld. Maakt gewoon een goede voorstelling en er komt heel veel mensen kijken. En op het moment dat je aankondigt dat je een volgende voorstelling hebt, is het weer uitverkocht. Dus dat is niet nodig om op tv te komen en hip te zijn. Maar dat impliceert wel dat mensen die nooit in het cultureel centrum komen en nooit cabaret of theater of podiumdingen volgen, dat die minder en minder kennen dat wel. Hè? Zijn jullie ooit gevraagd geweest of hebben jullie dat ooit gedaan? Coaching van acteurs, aankomende komieken, cabaretiers? We regisseren allebei wel stukken en zo. En jij coacht wel wat. Veel, hè? Gaat er ook soms? Ja, ik ook wel soms. Ja, je hebt natuurlijk tonnen ervaring, hè, ondertussen. En als je iets ziet, een try-out of een stuk, je ziet direct de pijnpunten of wat er beter kan of minder. Dat is natuurlijk zo. Dat mag, ja. Ik ben nu met Senne Guns aan het werken, bijvoorbeeld. Het is een one-man show aan het maken. Als cabaretier eigenlijk, heel interessant. Dat is ook een heel intelligente gast. Ex-collega van mij. Ja, dat is waar. Ex-technicus. Ja, dat is waar. Ja. 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 Zoals, hoe heet hem weer? Gert-Jan van Helmond. Ja. De dennenbomen. De spar. Voor Douglas Firth. Douglas Firth, ja. Wat heeft hem met een spar te maken? Dat is een spar. Douglas Firth. Voilà. We zijn erbij. We zijn er bijna, hoor. Maar wat willen jullie nog? Wat moet Comme-il-faut nog verwezenlijken om tevreden te zijn? Of is dat stadium al bereikt, misschien? Waar we het er net over hadden, hè? Als we... We gaan nu volgend, binnen een paar maanden beginnen we aan een best-of-voorstelling, overzichtvoorstelling, omdat we ongeveer 30 jaar bestaan. Dus we gaan zo nog eens een heel seizoen een best-of-voorstelling spelen. Pardon? Twee seizoenen, jongen. Twee seizoenen. En daarna maken we een nieuwe voorstelling en laat ons hopen dat die dan nog zeer relevant mag zijn, hè? En nodig.
En dan zien we weer, maar dat is natuurlijk wel de betrachting. Nog dingen die moeten? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is dat kwantitatief is alles bereikt wat er te bereiken viel, vinden wij. Hè? In de zin van, het is geen doel om in die zaal te spelen of dat publiek of zoveel publiek. Bij mij gaat het gewoon om spelen. Dat heeft veel nadelen, ouder worden, maar het heeft ook voordelen. Hè, dat je veel ballast kunt laten vallen en dat alleen de essentie, of dat je meer op de essentie kunt focussen en daar meer genoegen mee nemen. En gewoon elke dag op een podium staan, dat is het eigenlijk. Behalve de dagen dat je niet opstaat. En dat kan op allerlei manieren. Mijn solo speel ik soms voor 60 man in een heel klein zaaltje. En dat is echt genieten. Evenveel genieten als in de Capitol staan voor een uitverkochte zaal. Is dat zo, ja? Is dat vergelijkbaar? Ja, dat is echt vergelijkbaar. Een volle zaal is een volle zaal, dat zou ik zeggen. Als er in een zaaltje van 100 man maar 20 man zitten, dat kom ik nu wel niet tegen, maar ik bedoel, dat is moeilijk. Maar als een zaaltje van 100 man bomvol is, dan is dat hetzelfde kick als in de Capitol. Toch? Ja, het is dan inderdaad iets raar. Een uitverkocht zaaltje is de max. En dat is voor het publiek ook zo. Als je in een zaaltje van 80 man zit en je zit tegen elkaar bomvol, ja, dat is de max, hè? Wat wil ik nog, Peter? De volgende goede voorstelling maken, dat wil ik. Dat is het enige. Verder wil ik eigenlijk niet veel. Spelen, dat wil je. Spelen wil ik, hè. Maar dat gaat alleen maar als je een goede voorstelling maakt, anders kun je niet spelen. Is dat dan afzien? Als je voelt van het zit nog niet zoals het hoort? En... Ja, als je het gevoel dat het zou wel komen, dan kun je dat wel aan. Als je een stuk speelt dat eigenlijk... Een stuk dat niet goed zit, wordt heel snel zelf beu. Hè? Dat is zo. Vroeger hadden we dat wel eens in stukken dat we maakten die goed werkten, onze eerste stukken zo. We waren soms een kwartier bij, dat we alle twee blij waren dat dat voorbij was. Hè? Ja, dat je op dynamiek moet spelen. Ja, dus dat je op dynamiek heftig moet gaan en zo, ja. Om dat over te krijgen. Ja, dat zouden we nu niet meer doen. Nu moet een stuk van de eerste seconde tot de laatste seconde in onze ogen zinvol zijn. En belangrijk dat we dat vertellen voor de rest van het stuk. En dat maakt... Dat je niet meer kunt permitteren om te vervelen op een podium. Daarom kunnen 300 keer eenzelfde voorstelling spelen. Een goede song die van begin tot einde klopt, kun je 10.000 keer spelen, hè, zonder overdrijven. Ja, die song, Ruimtevaarder, is nummer 1 op de onlangs lage landenlijst van Radio 1. Klopt het, leek mij, onverwoestbare ploegsteelt van het zesde metaal? Klopt. Enfin, staat er even boven. Dat... Maakt jullie toch vrolijk? Trots? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Vooral omdat dat door luisteraars gekozen wordt, gestemd wordt. Hè. Ja, dat is fantastisch. Hè. Een lied hebben dat heel veel mensen raakt. Ja, dat is hartstikke gek. Is dat dan het summum als componist? Want dat zijn jullie uiteindelijk ook, hè? Componisten en uitvoerders. Maar je relativeert wel je eigen liedje natuurlijk. Hè. Dat staat dan, bij wijze van spreken, dus voor Shafi en voor Shafi en zo. En, ja, dat neemt dan wel met een korrel zout. Als we echt zouden denken dat we het beste lied van de Lage Landen zijn, dat zou niet gezond zijn. Hè. Dat liedje raakt, dat wel bepaalde sentiment in dat lied raakt gewoon heel veel mensen, denk ik. Ik denk dat het een beetje een toevalstreffer is. Het gaat echt over het gevoel dat daar uit dat lied spreekt, dat zoveel mensen dat zo schitterend vinden, denk ik. Hè. Ik ken er heel wat inderdaad, die in de top 3 hebben staan. Ja, en die daarvan moeten huilen. Hè. Ik denk dat er heel veel ruimtevaders rondlopen eigenlijk, die ooit eens domkop genoemd zijn. Ik denk dat dat raakt aan iets, heel veel mensen zijn daardoor geraakt. Dat is de reden dat het op nummer 1 staat. Niet omdat wij... de beste componisten van het land zijn. Hè? Dat zou hoog moeten zijn, denk ik. Ook raar dat lied is, denk ik, 17 jaar oud of zo. Dat zat in een voorstel een jaar of 17 geleden. En nu is dat zo, een jaar of 7 geleden stond, kwam dat dan ineens binnengeduikeld in de top 100. En dan bleef dat maar stijgen. En nu, na 17 jaar, staat er nummer 1. Hè? Raar, hè? Ja. Maar wauw. Toch ja, wel. Ja, maar dat is fantastisch. Ja, de max. Absoluut, echt genieten. Raf en Bisch, dankjewel. Met plezier. Graag gedaan.
Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen. 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 Met Peter de Kroebelen.